Dus, wat heb jij gehad voor kerst? Ik heb voornamelijk weinig tijd en um, weinig inspiratie voor video's. Ik heb de afgelopen vier dagen niks geüpload. En dat zit me heel erg dwars. Ik wil dingen maken, maar ik weet niet wat. Dus ik dacht, weet je wat, bij gebrek aan gameplay doe ik gewoon eventjes een losse praatvideo getiteld. Zeven kansloze kerstfeitjes. Want als je erin gaat verdiepen, is kerstmis eigenlijk een hartstikke lijpfeest. En is er een heleboel interessante troep aan het handje. Natuurlijk zijn er een hoop parallellen met Sinterklaas. Het zal geen verrassing zijn dat de kerstman gewoon een soort heel dik aftreksel is van onze eigen. Sint Nicolaas. Maar blijkbaar ligt de origine van het sokje zetten. Wat ze natuurlijk bij kerst doen. Doet iemand in Nederland dit sokken bij de haard. Blijkbaar ligt de origine ook weer volledig bij Sint Nicolaas. Dat was een man. Hij had drie dochters die wilden trouwen. Maar ze hadden niet genoeg geld om te trouwen. En die vader zei van. Nee, ik accepteer geen donaties. Dus kwam Sinterklaas, Sint Nicolaas. En die flikkerde zo een zak goud zo door, door de schoorsteen heen. Subtiele motherfucker. Wil je mijn geld niet hier? En dat goud zou dan zogenaamd in de sokken gevallen zijn. Die allemaal netjes bij het haardvuur aan het drogen waren. Want toen de tijd hadden ze nog helemaal geen droger uitgevonden. Ja, dat is super grappig verhaal. Ik had er nooit echt over nagedacht dat eigenlijk. Wij natuurlijk het schoentje zetten hebben en bij kerst zet je natuurlijk je sok. Wij leggen eten neer voor Amerigo, het paard van Sinterklaas. En uh, bij kerst zet je juist weer eten neer voor de kerstman. Ik bedoel, kijk naar nou die gast. Je zou echt zeggen dat de rendieren het eten veel beter kunnen gebruiken dan hij zelf. Voor de rest ben ik benieuwd of jullie de namen van de rendieren weten. Ik kan er misschien drie opnoemen. Maar ja... Kerstmis is dan ook niet echt zo'n serieus groot gevierd feest in Nederland. In ieder geval niet met dat soort tradities. We weten gewoon, hé, hey, Christus is een keer geboren. Alhoewel, trouwens, daar staan ook nog wel wat vraagtekens bij. Het is sowieso niet bekend of hij in december geboren is. En al helemaal niet op welke dag precies. Isaac Newton, die is wel geboren met kerst. Als je zeker wil weten dat je echt een geboorte viert. En mijn nicht is trouwens ook uh, vandaag jarig hey, uh, doe ermee wat je wil. Dat zijn in ieder geval data waar we zeker van zijn. Christus is gewoon een keer geboren, ergens in het jaar 0. Je zou ook zeggen, als Jezus dan met kerst geboren is, waarom begint het nieuwe jaar dan pas? Uh, aan het einde van die maand, aangezien we hebben natuurlijk het jaar 0. Zeg maar, er zaten een paar dagen tussen de geboorte van Christus en het jaar 0, wat de geboorte van Christus zou moeten zijn. Welke datum was het? Die 15. Het zou eigenlijk 5 dagen voor Christus moeten zijn? Um, maar hij was er al. De, 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 precies. Deze video gaat helemaal nergens over. Maar dat was ongeveer het idee waar ik voor ging. Volgende feitje heb ik ooit al een keer verteld. Maar het is echt een van mijn lievelingsfeitjes. In een aantal Amerikaanse gemeenten spuiten ze vossenurine op kerstbomen. Dat zijn dan kerstbomen die gewoon in parken staan, publieke ruimtes. Het wil nog wel eens gebeuren dat mensen denken: hé, hey, kerstbomen zijn best chill. Maar ook tegelijkertijd de gedachte hebben: hey. Kerstbomen zijn best duur. Je, doen, je gaat naar een park, s'avonds laat. Vrij weinig bewaking. Je neemt gewoon die boom mee, flikkert hem thuis gewoon lekker in je woonkamer. Dat kan. Het leuke is dus dat vossenurine een smelpunt heeft. Ongeveer een beetje rond het vriespunt. Dus op het moment dat het buiten in een park staat, helemaal prima. Alhoewel, het is momenteel echt een. Alles behalve witte kerst. Ik heb geen idee of het in Amerika wel een beetje koud is. De poolkappen smelten aan alle kanten. Ik denk dat de kerstman zometeen geen huis meer heeft op de Noordpool. In ieder geval, het idee is dat als je de kerstman naar huis neemt, begint in een keer je hele woonkamer te meuren naar vossenurine. Het probleem is denk ik alleen een beetje dat het een beetje laat is. Ben je een late bescherming als je pas thuis erachter komt van oh. En nu stinkt mijn woonkamer. Je, je hebt de boom nu al, je woonkamer meurt al. Wat is het plan dan? Hem weer terugzetten? Het is net zoals we hadden ooit in Nederland een anti-plaslaag. Dan kon je dan muren spuiten en als mensen dan tegen je muur aan gingen plassen, dan kaasden het plas zo terug naar je eigen kleding. Superleuk. Alleen dan ben je dus al tegen de muur aan het plassen. Je gaat het niet nog een keer doen, net als met de kerstbomen. Maar misschien kun je beter gewoon een machinegeweer inbouwen. Maar dat kost weer zoveel geld. Van dat geld kun je ook weer een heleboel extra bomen kopen. Dat is ook wel weer waar. Over kerstbomen gesproken. Ik heb een hele hoop kerstboomfeitjes. De eerste neppe kerstbomen komen al uit het jaar 1800. zijn toen een beetje gefabriceerd, ik geloof in Duitsland. We waren hier lekker bezig met kerstvieren. Uh, wat ze deden is: ze pakten de veren van ganzen. Ze waren nog niet heel goed met plastic en daar echt hele toffe dingen van maken. Ze pakten de, de veren van ganzen en die verfden ze vervolgens groen. En daarmee maakten ze waarschijnlijk de minst overtuigende neppe kerstboom in de geschiedenis van totaal niet overtuigende neppe kerstbomen. Ik weet niet of jullie thuis een nep of een echte kerstboom hebben staan. Uh, heel veel mensen die een nep, er zijn eigenlijk twee redenen om een neppe kerstboom te nemen. Eén, er zijn drie redenen, er zijn vier redenen, <laughs> sowieso één, het is goed voor het milieu, sommige mensen hebben het, milieu, overtuigingen, niet ieder jaar een afstervende boom in mijn huis, een redelijk goede reden, twee, kosten, ik weet niet wat een nette kerstboom kost, als van ganzenveren gemaakt wordt, waarschijnlijk best wel veel, het is in ieder geval op de lange termijn een stuk goedkoper dan ieder jaar opnieuw een boom kopen, ik had er nog eentje, misschien ben je allergisch, voor dennenaalden, dat is ook een goede reden. Misschien heb je een teringhekel hekel aan dennennaalden. Zo dus van mentale allergie, dat je het gewoon fucking irritant vindt dat ze op de grond liggen. In ieder geval, het uh, idee dat een, een nep kerstboom beter is voor het milieu dan een echte kerstboom is waar... Maar alleen op de zeer, zeer lange termijn. Je hebt ongeveer 20 jaar een nep kerstboom nodig, voordat deze beter is voor het milieu dan ieder jaar een normale boom kopen. Hangt natuurlijk wel een beetje af precies welke neppe kerstboom je koopt, hoe groot de normale boom is die je ieder jaar haalt. Kijk, het ding is, kerstbomen op zich, zou je zeggen, zijn niet heel slecht voor het milieu. Want wat een boom letterlijk doet, is CO2 uit de lucht trekken en opslaan. In die boom. Als je volgens de boom weer in de fik zet. Uh, komt al die CO2 er ongeveer weer uit. En uh, misschien kun je daar nog wat energie uithalen. wat we ook doen met kolen. Uh, het enige wat je echt kwijt bent. zijn de transportkosten naar je huis. en misschien nog alle uh, bemestingstoffen die erop gaan flikkerd worden. Uh, Zo'n plastic kerstboom wordt gemaakt van plastic. Dat hangt een beetje vanaf, dat kan ook weer een bijproduct zijn van de olieindustrie. We gaan hier even niet te dicht op in. maar blijkbaar zijn er mensen die hier dat werk langer dan ik over nagedacht hebben. Die zeggen dat plastic kerstbomen over het algemeen een stuk slechter zijn voor het milieu. Hetzelfde geldt een beetje in het debat uh, van die katoenen van die boodschappentassen. Van die, oeh, kijk mij, ik ben goed voor het milieu, boodschappentassen. Je moet die dingen echt... Handtoe vaak gebruiken, willen ze beter zijn dan die plastic tasjes. Want die plastic tasjes, dat is echt gemaakt van een soort plastic. Dat is echt over. We hebben gewoon benzine en al die shit. En dan, oh, we hebben nog een klein beetje troep over. Oh, maken we plastic tasjes van. Zo slecht zijn, die motherfuckers. Helemaal niet voor het milieu. Waarom betaal ik er zoveel geld voor? Ik betaal iedere keer in de supermarkt fucking 35 cent. Om volgens reclame te maken voor die supermarkt. Trouwens, betalen voor een reclamebord. Fucking groot Albert Heijn logo erop. De dingen zijn niet zo slecht voor het milieu, zolang ze niet in de fucking bosjes gooien. Ook best wel interessant dat de geschiedenis van de kerstboom over alle tijd echt gigantisch erg veranderd is. Wat wij doen met onze boom. Kerstbomen worden al een beetje gebruikt sinds de middeleeuwen en de oorspronkelijke kerstbomen werden ondersteboven opgehangen met kettingen aan het plafond. Het stond dan symbool voor de heilige drie-eenheid: eh, vader. Het is de vader, de zoon en de Heilige Geest. Natuurlijk. Ik, heb daar, ik, ik weet echt niet eens wat, wat, wat dat überhaupt inhoudt. Maar dat, uh, daar stond het in ieder geval voor. Het is een driehoek voor de, voor de Heilige Drie-eenheid. Uh, als hij rechtop staat, is het nog steeds een driehoek overigens. Dus... Maar blijkbaar was er een reden om hem ondersteboven te hangen. Vandaag de dag staat hij rechtop en wijst de punt bam, naar de hemel toe. Dat is een beetje de achterliggende gedachte vandaag de dag. Uh, dus eerst hing hij ondersteboven. Ook veel mensen hadden niet zoveel geld. Dus dat ze deden dat is een klein boompje. Die zet hij dan eerder in het jaar in een potje. En dan hoopt hij dat hij met kerst een mooie grote boom zou worden. En waarschijnlijk niet kun je beter gewoon in de grond laten zitten en hem er dan uithalen. Tip van de rikkert. Um, oorspronkelijk werden ook uh, geen lichtjes in de kerstboom gehangen. Die hadden we nog niet, net zoals de droger. Nee, eerst werd er eigenlijk uh, fruit werd in de boom gehangen. Weet ik veel waarom. Vervolgens zijn we overgestapt op kaarsen. Super handig, want uh, fruit kun je eten, kaarsen niet. Uh, toen op een gegeven moment vlogen alle bomen in de fik. Dat was echt super gevaarlijk. Gewoon echt meerdere grote kaarsen in een boom. Ik bedoel, ik weet niet of je ooit voor de grap probeerde kerstboom in de fik te zetten. Ik wel, die dingen fikken echt voor geen hele flikker. Maar toch zijn er echt gigantisch veel Ja, Misschien is het meer dat de boom valt en dan vliegt je gordijn in de fik ofzo. Over het algemeen is het een heel slecht idee om een boom vol te zetten met kaarsen. Gewoon een tip voor thuis. Dus we hebben eigenlijk ingewisseld voor, voor onze kerstlampjes die we vandaag de dag kennen. Het idee van de kerstboom is al duizend jaar oud, maar verandert keer op keer steeds meer. En sowieso, het hele kerstfeest zal waarschijnlijk door de tijd heen wel veranderen. Vroeger werden namelijk op kerstavond heel veel spookverhalen voorgelezen. Zoals bijvoorbeeld A Christmas Carol, waar natuurlijk ook uh, meerdere spoken in voorkomen. Toen op een gegeven moment kwam Halloween, een feestdag die eigenlijk veel minder oud is, dachten wij ja... Ja, we hebben hier al spookverhalen. Wow, fuck kerst, dan schuiven we dat een klein beetje alle kanten op. Het is leuk om te zien hoe feestdagen zo gigantisch dynamisch kunnen zijn. Voor de rest las ik gisteren iets over een nieuw Spotify record. Het meest gestreamde nummer in één dag tijd. Waarom, niemand weet het, maar het is natuurlijk. All I want for Christmas is you. Het is best wel geinig om te zien hoe... De meeste kerstnummers die mensen echt veel luisteren, zijn echt de oude nummers, zoals Jingle Bells, Oat Hanenbaum. Leuk feitje trouwens, Jingle Bells is eigenlijk een, um, een nummer geschreven voor Thanksgiving en niet voor kerst. Um, ja, in principe, jingle, we denken bij Jingle Bells gewoon, hé, hey, belletjes, kerst, maar dat kan bij iedere feestdag, het zijn alleen maar belletjes, kling, 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 kling. Um, dus ik denk, ik denk bij kerstnummers vooral heel erg aan, aan die oude nummers. En een paar klassieke, ja, minder klassieke, modernere nummers. Zoals uh, All I Want for Christmas is You. Uh, Last Christmas. Er zijn, er zijn een paar nummers die uh, wat recenter zijn. Driving Home for Christmas. Dat is ook best wel oud, of niet? In ieder geval, de meeste kerstnummers zijn best wel oud. We hebben we hebben een paar moderne tussen zitten? Ik heb het gevoel alsof van de afgelopen jaar misschien ook wel een paar daarvan. In de klassieke lijst zullen belanden op de lange termijn. Luisteren we over 500 jaar nog steeds naar All I Want for Christmas is You? Nou, momenteel wel in ieder geval. Op kerstavond is dat nummer 10.8 miljoen keer gestreamd. Mariah Carey, ik, ik, heb de, ik heb het uitgerekend, speciaal voor jullie. Um, Mariah Carey heeft, verdient letterlijk meer dan jij, ik en al onze ouders bij elkaar. Puur alleen maar door dat nummer ooit gemaakt te hebben. Ze kan letterlijk gewoon thuis zitten en de hele dag heroïne spuiten. Hoeft geen enkel optreden te doen. Ze wordt zo fucking rijk. Alleen maar door één hitje. Het is echt fucking ziek. Uh, Spotify werkt dus eigenlijk net iets anders dan YouTube. Je krijgt veel meer geld voor een afspeel. Dat is ongeveer het idee. Hoe Spotify eigenlijk werkt, is dat iedereen heeft een abonnementje op Spotify. Al dat geld wordt op één grote berg gegooid. En dat die berg wordt vervolgens gedeeld door hoeveel plays ieder nummer heeft. Dus als 50% van alle uh, luisters op Spotify. All I want for Christmas is you zijn, gaat de helft van al het geld, gewoon min een klein beetje wat Spotify zelf houdt natuurlijk, gewoon boom naar dat nummer. Als jij een nummer release, je bent een supergroot artiest, maar daar luistert geen hond naar, ik ruik geen geld. Het is het best logisch systeem. En een nummer telt als geluisterd na 30 seconden. Er zijn wel eens mensen die daar misbruik van maken, van die artiesten. Uh, ik wil geen namen noemen, maar sommige Nederlandse rappers. zeggen dan: jongens, kun je de hele dag mijn nummer laten lopen? En het liefst eigenlijk gewoon na 30 seconden weer terugspoelen. 30 seconden weer naar het begin, 30 seconden weer naar het begin. Vooral op de eerste dag dat het dan lijkt, alsof dus ze een miljoen keer beluisterd zijn. Dat zijn gewoon dezelfde paar sukkels die dat nummer aan het draaien zijn. krijgen ze superveel geld voor. Als één persoon de hele dag je muziek luistert, denkt Spotify: oh, iedereen vindt het fantastisch, ik krijg veel geld. In ieder geval. Per duizend luisters op Spotify. Ja, hoeveel nummers luistert de gemiddelde Spotify-gebruiker in een maand? Minder dan duizend. Je betaalt wel iets van 8 euro of zo. Je krijgt in ieder geval per duizend luisters op een nummer. Krijg je een gehele 7,50 euro. Ongeveer. Hè? Hangt een beetje af van de maand. Hoeveel nummers mensen luisteren. Maar ongeveer krijg je 7,50 euro per duizend luisters. Um, dat is best wel veel. Op YouTube krijg je, nou, ik denk dat het momenteel iets hoger is. Voorheen zeiden YouTubers altijd, nou, per, per 1000 views ongeveer een euro. Ik denk dat het momenteel wel gemiddeld, hè. Het hangt allemaal een beetje af van de video's. Hele korte video's hebben veel minder. Hele lange video's weer veel meer. Ongeveer gemiddeld per duizend views, ik denk 1,50 of zo. Ongeveer. Uh, bij Spotify is dat dus 7,50 euro. Dus, die. die uh, 10.8 miljoen luisters alleen al op kerstavond voor All I Want for Christmas is you. Heeft Mariah Carey opgeleverd 80.000 euro. Eén avond en ze heeft er niks voor hoeven doen. Dat is fucking chill. Ik zat als toen ik heel klein was had ik al het concept in mijn hoofd van niks hoeven doen voor geld. Ik leerde van mijn vader dat je rente kon krijgen op je spaarcenten. Ik zat er uit te rekenen hoeveel geld moet ik hebben dat ik puur kan leven van de rente. Toen wisten we niet dat inflatie bestond en dat deze hele droom nergens op gebaseerd was. Je moet echt tant hoeveel geld hebben wil je leven lenen van de rente. De rente is momenteel ook nog eens dramatisch laag en je moet vermogensbelasting betalen als je daadwerkelijk veel geld hebt. Ik denk dat het momenteel in Nederland daadwerkelijk niet te doen is. Of je moet al je geld in aandelen stoppen en de aandelenmarkt moet niet inzakken. In ieder geval, uh, ze zijn totaal momenteel op het nummer 500 miljoen streams. Als je dat even netjes omrekent naar een bepaald bedrag, is dat alleen al voor dat nummer, alleen al vanaf Spotify 4 miljoen euro. Ik wil gewoon even laten weten dat ik dat veel geld vind voor één liedje. En dat ik ook als het even zou kunnen, 4 miljoen zou willen verdienen met of het gangsterleven. Hij staat op Spotify. Poepende soep. Het maakt niet uit welk nummer van mij is het allemaal kut. Maar ik zou wel gewoon graag de bijbehorende 4 miljoen euro in ontvangst willen nemen. Voor de rest van een kijker, die zit maar al een paar dagen onder de spam. Rick, we spreken dit in een video. Dus deze is voor jou: Er is iets dat heet uh, Operation Christmas. Oftewel, ja, operatie kerstmis. En dat te maken met het Colombiaanse leger. Uh, Colombia heeft momenteel nog steeds een soort kleine groep rebellen, guerrilla-strijders. De FARC heten ze. En uh, Operation Christmas gebeurde in 2010. ze hebben gewoon een aantal burgers die besloten, we gaan in een soort klein mini-leger zitten en we vechten tegen de staat. En dus er zijn een aantal mensen die maken bommen, het is een beetje half-terroristisch, half-dorpjes binnenvallen. Het is geen fijne groep. Uh, maar dat zijn wel grotendeels van mensen die familie hebben en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment had de overheid zo'n idee van, weet je wat? In plaats van ze gewoon allemaal dood te schieten, bang bang bang. Gaan we proberen ze te doden met onze liefheid. Dus op een gegeven moment kregen ze allemaal brieven van hé, hey, wil je gewoon terugkomen? Geef je een opleiding, geven je een baan. geven je een goede gezondheidszorg. En heel veel mensen zeiden gewoon, oké, okay, vooruit dan maar. De overheid is best wel chill. En toen op een gegeven moment kwam dus Operation Christmas, waar ze eigenlijk gewoon die, die strijders probeerden te verleiden met kerst. Ze zaten heel groot in bossen, dat een beetje een kenmerkelijk ding van guerrilla-strijders. Ze hadden een heleboel bomen, werden versierd met kerstlichtjes en familieleden konden met, uh, met ballen Zo'n mooie luchtballonballen konden ze brieven sturen met kom alsjeblieft terug en het werkte echt fucking goed er zijn 331 mensen zijn gestopt met guerrilla strijders zijn puur omdat overal kerstlichtjes waren mensen zeiden kom even terug het kerstman doe even gezellig waaronder een van de grootste bommenmakers die de die de FARC had dus het sloeg in als een bom <laughs> yay ik wou voor de rest, nu ik het over heb, denk ik, oh, okay, gaan nog eens praten over de, de, de kersttruths die ze vaak hebben? Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat werk, geloof ik, op een gegeven moment tijdens kerst gewoon gezegd: hé, hey, laten we lekker gaan stoppen. En is er gewoon een avondje lekker gevoetbald tegen, tegen, tegen de Duitsers. Hans heel gezellig tegen elkaar, schudden ze elkaar de hand vast. Oké, okay, gaan we morgen elkaar wel lekker doodknallen? Maar daar heb ik me even niet goed genoeg over ingelezen om hier in deze video te veel uitspraken over te doen. Wat ik gewoon wil zeggen is: sorry voor het gebrek aan uploads de afgelopen paar dagen. Geniet van kerst en alsjeblieft, val je familie lastig met deze onnodige. Ik ja, heb eigenlijk zeven feitjes, maar ik heb er ondertussen een paar extra doorheen geglibberd. Dat is een kerstbonus. Even kijken in ieder geval tot de volgende video, die hopelijk vanavond online komt. Ik heb kerstvakantie. Je zou zeggen dat ik in principe tijd heb. Om video's te maken. Waarom het niet lukt, ik heb ook geen idee. Het is een kerstwonder. Nou, even kijken in ieder geval. Uh, Hopelijk het oh, wel leuk. Nou, even kijken. Doei!